Ja, Chris, hebben ze zich een beetje gedragen onderweg? Ja, ze zijn heel rustig. Ze zijn het bijna je zou bijna denken dat ze het gewend zijn. En wat moet ik nou zeggen? Wakiu, wakiu? Wakiu, wakiu. W-A-G, Grieks I, U. Ja, hup. Ja, weer mee. Ze staan je al op te wachten. Ja. Ja, ze wisten dat ik kwam, hè. Ik heb het even tegen ze gezegd. Ze hebben allemaal een Japanse naam. Deze heet Kirin. Ik weet ze allemaal niet precies uit mijn hoofd, maar dit is een van de oudste koeien die ik heb. Dus, Oké. Nou, ze verwelkomt je. Ja, hoor. Hoe vind je dat ze eruit zien na de rit? Ja, goed. We hebben relaxed. Sta ik niet in de weg nu? Nee, hoor. Ik ben dan niet bang voor koeien. Nou ja, ik weet niet hoe die Japanse koeien zijn. Nee. Ze zijn heel vredelievende beren. Ah, fuck. Zo! Dat moet wel even moeilijk blijven. Wakjes zijn Japanse runderen. En die wak staat voor Japan en joer staat voor rund. Het is dus een omschrijving van Japans rund. Ze werden vroeger als trekdieren gebruikt in de rijstenvelden. Wat moet een West-Fries nou met wakjoe runderen uit Japan? Ja, je wil wel eens wat aparts, hè. Ik kom van origine ben ik vleeskeurmeester. En toen kwam ik al in het begin het vlees tegen. Ja. En wat voor, want het is echt heel bijzonder vlees, hè? Het is heel bijzonder vlees, heel smakelijk vlees. In Japan worden die dunne runderen ook gemasseerd. Dus, er is een hele mythe over dat ze met bier worden gevoerd. Dat doen wij niet. Wij geven ze een ruimte. Ze kunnen nu zelf in de ruimte masseren. Ze kunnen skuren tegen een boom aan. Maar niet de warme handen van Chris Boomsma. Nee, niet de warme handen van Chris Boomsma. Kom maar. Ik waan me in Afrika. Je zou je bijna denken. Waarom heb je nou gekozen voor Schorrel en niet voor Venhuizen, voor de wakjoes? Nou ja, hier heb je de ruimte. Hier kan ik veel meer ontwikkelen. De vegetatie die hier groeit, die is zo goed voor de wakjoerunderen dat ze ook daar veel beter in gedijen. Heeft u ook al die wakjoerunderen gezien? Ja, die heb ik gezien. Wat vindt u ervan? Heel mooi. Ik weet dat het heel duur vlees is. Ja, in Japan worden ze gemasseerd. Gemasseerd voordat ze op het bord komen. Ja. En ze zoeken nog iemand om ze hier te masseren. Ja. Heeft u tijd? Helemaal niet. Ja, op een gegeven moment bouw je natuurlijk ook een band op met die dieren, toch? Nou ja, een beetje wel, ja. Maar vind je het dan niet zonde om ze straks naar de slag te brengen? Nee. Ik ben van huis uit gewend. Ja? Ja, dieren heb je. Gewoon, ja. Ik kan me gewoon wel heel lief zijn tegen dieren. En als het de tijd is, moeten ze gewoon geslacht worden. Maar dan kan ik wel zeggen, die dieren hebben wel een prachtig mooi leven gehad. In Schorrel? In de Schorrel, ja.